een nieuwe dag. En het zonnetje schijnt, dus ik lach. En, daar zit... onze mystery guest. Onze mystery guest. Ja, hallo lieve vrienden. Daar zijn we weer. Een nieuwe dag. En het zonnetje schijnt, dus ik lach. Ja. Ten eerste, van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina de Beestenboel. Het is vandaag vrijdag 22 januari. En het is 6 minuten over 12. Dat waren de honden dus. Die zijn weer lekker aan het stoeien. Moet allemaal kunnen. En ja. Vanmiddag kan natuurlijk Astrid weer de huishoudelijke zorg. En ik zal zelf eventjes zien om schone lakens voor op die bank. Bij me op bed moet er weer een schoon laken en in de mand moet weer een schoon laken, want ik heb oude lakens. Nou, dat gebruik ik voor die dieren. Nou, en toen? Het hele laken op de grond, zowat. Hè? Hele laken op de grond, hè? Ja. En nu? En nu? Ga er eens even weg, dank u. Wat doe je naar buiten? Zo dan, kijk dan eens. Banjers. Oh, hij is nog vlot, is ook zo. Nou niet meer, kom maar. Kom. Hé, hey, naar buiten, naar buiten, naar buiten. Naar buiten. Doe. Even het mooie weer in de kop, denk ik. En dan waait het nog best, want de vlaggenmast die gaat nog best heen en weer. En ik ben dus die bol inderdaad kwijt die er bovenop hoort te zitten. Ja, die wegpleiten. Joost mag weten waar, maar ik weet het niet. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, het is zo mooi weer. Geniet ervan. Trek erop uit, maar niet de drukte op. Blijf 1,5 meter bij elkaar weg. En zo'n snotdoekje is niet nodig hoor. En vooral buiten niet, want het helpt niet. Nee. Wil je meer weten? Nou, dan moet je op Facebook zijn in de groep Steun.Nederland. En de letter S is een hoofdletter en de letter N is ook een hoofdletter. Mij pakt het wel allemaal aan elkaar vast. Ja. Steun.Nederland moet je aan elkaar vastzetten. Enkel die twee letters moet je met de hoofdletter doen. Word daar lid. Nou, dan kun je genoeg erover lezen en luisteren. Er zijn er filmpjes van geplaatst. Zoek het uit en ja, het helpt niet. Het is nog steeds niet bewezen en toch moet je voor Rutten een doekje om. Nou, ik niet. Nee, en meerdere met mij niet hoor. Ook heb ik al mensen getroffen die niks mankeren en ze ook niet dragen. Ze hebben ook niet een pasje bij hun of bewijzen bij hun. Dus als ze worden gesnapt zouden ze een boete moeten betalen. Maar ja. Zullen misschien mensen zijn met een hoop geld, ik weet het niet, maar in ieder geval hoe ze dat dan oplossen, dat is niet mijn probleem, maar hun probleem. Maar in ieder geval, ik ben blij dat ik wel buiten die wedstrijd val. Want ik raak ook in paniek trouwens hoor. Ja. Menig. Kan nog worden. Gaan we kijken. We gaan kijken. Ja dus. Dat wil nou. Ja. Nou. Ook die is weer binnen. Hé? Hé. Kan dat op je? Nou. Ja. Ik krijg zo even eetjes en dan ga ik lopen met de hondjes. Want om 13:30 dan komt Astrid als het goed is. Dus ja, het komt allemaal goed. Ik hou jullie op de hoogte van alles in het drijven en het zeilen van Corina de Beestenboel. Tot later. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer even. Ik heb al heel wat gedaan, al zeg ik het zelf. Astrid die is net naar boven toe gegaan, we hebben eerst een bak koffie gedaan. Maar ze viel met de neus in de boter, want ik was hier druk bezig met mijn andere koffer. Want de bank is schoon, de hondenmand is schoon, de vloer is schoon, de schone lakens op de bank en in de mand. Ik heb ook voor boven heb ik ook schoon laken voor op bed gepakt voor de hondjes. En ja, ik heb een voedingskussen tussen mijn knieën. Daar heb ik ook een schone sloot voor gepakt en de rest weet ze te vinden. Dus ze gaat mijn bedje lekker hebben verschonen. En voor de rest gaat ze boven aan de gang. Ja. Maar nou zijn die weer aan het rafotten en aan het doen. En die kunnen het niet fatsoenlijk houden. Klaar! Naar buiten, kom op. Jij naar buiten. Jij naar buiten. Ja? Stalletje banjers. Ja, echt wel. Nou hoorde ik de deur open gaan. Oh, Kandalfie. Hallo. Hallo, man. Hé, mijn kerel. Hé, mijn kereltje. Hé, mijn kereltje. Ja. Ja, lieve vrienden. En dan gaan we zo meteen. Ik zet jullie op mijn bureau neer. En dan ga ik, ook van vandaag na, ga ik het weer leeghalen, want ik heb niks meer te doen. Ik moet toch weer bijblijven, ja, dus ik moet hem leeghalen. Dus we zullen het verder beleven hoe we dat allemaal gaan doen. En ja, het is een keer geen materiaal, dan hebben jullie pech. Ik probeer ook weer wat plaatjes op te maken, maar ja, we moeten wel wat plaatjes hebben, hè. Ja, echt wel. We krijgen Valentijn, dus ja, ik ga Valentijnsplaatjes maken. Komt helemaal goed! Ze zeggen, hou vol goede moed. Tot later! Ja, lieve vrienden, ik heb net een vlog in elkaar gezet. Die is nu aan het renderen. Daarna kan ik het programma weer verder aan elkaar laten maken. Want renderen, dat is optimaliseren. Eén filmpje mooier maken dan dat hij al is. En dat doet hij dan met het hele mikmakkie. Daarna kan ik hem laten aan elkaar vast laten maken. En dan kan ik hem naar YouTube brengen. Maar ook komen Karin en Roderick vanavond gezellig langs. Ik ben er weer helemaal blij mee. Ja, ja, daar zie ik mijn dochter eindelijk weer. Ja, het is inderdaad een rottijd wat dit daar gaat, maar ach ja, komt allemaal wel weer goed, mogen we hopen. En ik ben super dankbaar dat ze weer eventjes kunnen komen. Ja, hij geeft alweer geluid, dus het renderen is alweer klaar, dus ik zal stoppen met het geluid. Want dan gaat hij gelijk opnieuw afspelen, dat vind ik niet nodig. Ik weet hoe het klinkt, dus ja. Voilà, dat is dan klaar. En dan is het weer even opslaan. Ja. Goed zo. En dan is het exporteren en delen. En dan is het naar apparaten. En dan moet ik die aanklikken. En dan is het weer opslaan. En dan gaat die balk weer keurig netjes lopen. Die balk, hij is nou nog heel klein blauw. En dan moet hij helemaal vullen zijn. Het is nou 1% omdat hij net begint. Maar dat komt allemaal wel weer goed, denk ik zo. Ja. En nou, ik weet niet eens hoe laat het is. Wil je dat wel geloven? 17:15. Nou, het is dus nog lekker vroeg. Ik ga zo meteen een bakje koffie maken. En ik ga even weer een Valentijnsplaatje maken. En dan komt dat op. Hoi je wel weer goed. Ja. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog van jullie namiddag. En voor straks een smakelijk eten. En bon appetit. En ja, oh, ik ga meestal rond een uur of 6 met de boevaffies uit. En ja, we waren vandaag ook lekker bij tijd, dus ja. Zo, wat een gaaf. Kon dat nog harder. Hé, straks wordt de buurman hier hoor. Ja, moet me niet. Krijgen we weer bonje. Nou ja, Karin die neemt de waterblaas omheen en zal ik proberen buiten Elwing even de haren weg te blazen. Nou ja, dat geeft een hoop lawaai. Ja, nou ja. Zolang het voor 10 is, mag het. Ja. Zullen we daar gewoon rekening mee houden? Leefgeluiden. Nou, dat mag voor 10. Ja. Ja, en dan zou het morgenavond, weet je, je mag in je eigen tuin wel staan. Ja, dat is nog bij je huis, toch? Ja, je bent thuis, dus ja. Mag je nog in je eigen tuin staan, een frisse neus halen. Ja, ik mag nog lopen hoor, mijn mondjes, ja. Maar dat komt allemaal goed, lieve mensen, lieve vrienden. Geniet van alles wat jullie doen gaan. En ja, die avondklok gaat een avond water in. Er werd eerst erover gesproken voor vanavond en een half uur eerder van 20:30, maar het is nou vanaf 21 uur. En dan pas zaterdag, oftewel morgenavond. Dus ja, we merken het wel. En ja, ik vind het absurd. Het is niet nodig, nee. Dat hebben er al meerdere gezegd, niet ik alleen, ik ben maar een leek, maar ook doktoren die zeggen het is niet nodig. En andere hoge pieven die zeggen het is niet nodig, dus ja. Nogmaals, ga naar Steun.Nederland op Facebook. De letter S schrijf je met een hoofdletter, de letter N schrijf je met een hoofdletter, maar wel die twee woorden aan elkaar vastzetten. Steun.Nederland, ja. Word er lid van. Er staat een hoop informatie. En geloof je het niet? Nou ja, dat is dan jouw probleem. Maar het is allemaal wel de waarheid. We zetten geen onzin daar neer. Nee. En ook geen hoaxen. Nee. Want dat wordt op YouTube er ook afgehaald. Als jij een hoax verspreidt via YouTube, wordt het door YouTube eraf gehaald. Dus dat komt dan niet op steunpunt te staan. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet en tot later. Doei! Wat is dat meisje? Lekker hè? Is wat lekker, Tien. Zo'n lekker wijfie. Hé? Zo'n lekker, Tien. Hé, kan je ook even kijken? Maar dat is dus en wat hij doet, man. Ja, ik zag het. Sorry buurman, maar heb ik scheid aan. Het is nog lang geen 10 uur. Nee, daarom, precies. Dat is nog lang. Ja. Het is enkel Elwing. Rijka hoeft niet, hè? Nee, Rijka hoeft niet. Hé, nee, meisje. Nou, u zag dus aan wat voor plukken eraf kwam. Ja. Nou, zoals jullie merken is Karin en Roderick er en nog iemand meegekomen, maar ik heb het licht aan en daar kan Karin niet tegen en de rest ook niet. Dus ik doe het licht even uit en dan kom ik wel weer naartoe. Elwing! Hé meisje! U merkt dat weer gelijk hè, aan het vachten? Hé meisje! Hm? Ja. Hé? Zo, lekker zacht weer hè? Hé schat! En toen zei ze niks, want ze is te gek met Elwing bezig. Knuffel de knuffel hè. Nou ja, en ons Roderick met Rijka. En daar zit onze mystery guest. Onze mystery guest. En wie is die mystery guest? Lekker. Ja, dus zoek maar lekker uit, zou ik zo zeggen. Ja. En weten jullie het, wie het is, dan zetten jullie het eronder, onder de vlog. Of niet dan, Roderick? En like. En liken, ja. En verder. Liken, duimpje omhoog, commentaar geven, belletje. Ja, juist. Alles doen. Jij dat doen? Hé? Ja nou, Rijka? Ja, meisje. Ik doe nog geen of zo. Dag, schat. Hi. Ze gaat slapen. Ja, nou dat kan ik wel de hele dag doen. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen heel veel plezier. Tot later. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer even. Jullie wisten dat Karin, Roderick en de mystery guest aanwezig waren. Ja. Maar ik heb weer visite. En dat is niemand anders dan onze enige echte Mario! Toch? Ja, ja, het is echt een bescheiden. Ja. We zitten haar verjaardag even met z'n tweetjes gezellig opnieuw te huren. Ja. Want ze is 50 jaar lente, zomer, winter. Winter geworden, ja. Dit is ook niet winter. Ja. Dus ze mocht ook lid worden van de 50-plus groep. Yeah! Geweldig! Dus ja, feliciteer haar. Doe het me mooi hier onder mijn vlog. Ze kan zelf op YouTube komen. Dus ja, feliciteer haar maar. En ze zal jezelf bedanken. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei. Doei.